Nou, hier ligt de rotzooi. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Wij gaan zo meteen naar de boot, naar Akrum. En dan gaan we een beginnetje maken met leeghalen. Ja. En dan gaan we proberen dat die eind oktober het water uit kan. We gaan sowieso het beddengoed eruit halen. En ja, wat er nog aan eten staat. Een broodbeleg en zo staat er nog. En als er dan nog wel mooie dagen komen, dan kunnen we desnoods... We hebben nog bijna een maand. Ja, maar dan kunnen we er niet meer slapen. Nee. Nee, dan kunnen we er niet meer slapen, maar dan kunnen we wel nog dagjes varen. Want het wordt toch wat klammig allemaal, dus ik denk dat we dan toch niet meer willen slapen. Dus we gaan het beddengoed nou ophalen. En dan ga je ziekje. Huh? Hij zei iets, ik weet niet meer wat. En even wat losse spulletjes allemaal meenemen. Douchespul en dergelijke staat er allemaal nog. Dat gaan we ophalen. En dan een beginnetje maken. Om de boot klaar te maken voor de winterberging. En Romke gaat niet mee. Want het is handiger met spullen verslepen. Dat Romke daar niet bij is. Maar jullie gaan wel mee. Dat wel. Dus straks in Akrum. Nou, hier ligt de rotzooi. Beddengoed. Het leesvoer moet mee naar huis. Er is nog veel meer. Water, dat zit wel vol. Matrasjes. Ja. Een hele goede morgen. Is het een morgen? Ja, nog net. Het is vandaag zondag. Wij zitten in de auto. En wij gaan even met Romke ergens heen om te wandelen. Ja, het is. Ja, het was misschien wel bootweer geweest, misschien ook. Maar we hebben gisteren natuurlijk al, zijn al een beetje aan het opruimen geweest. En vannacht heel erg gestormd. De parasol lag ondersteboven vanmorgen en bloempotten. En heel hard geregend. En ja, vanmorgen hadden we allebei niet zoiets van: goh, ja, leuk naar de boot of zo. Ik weet niet. Ik weet niet waarom eigenlijk het had nog gekund. Maar we zijn nu gewoon onderweg eventjes, ja, het zal waarschijnlijk lemmer worden. Ik zag vanmorgen de vlog van Vlog het Strikje van Kirsten. Die was, ja, het waait nog hard. Die was in Lemmer geweest en Chris zei vanmorgen van: nou, waar gaan we heen? Ik zei: laten we Lemmer doen. Lemmer is wel weer eens even leuk. Dan zijn we van de zomer ook niet geweest met de boot. Dus nu met de auto. Even met Romke wandelen en hopen dat het droog blijft. Ja. Het is niet koud. Dat is lekker. Wel weer fijn. Het is niet. Het zag vanmorgen heel grijs uit. En dacht ik van: nou, het zal ook wel koud zijn. Maar dat viel mee. Dus
zo in, we zien jullie zo in Lemmer, denk ik dan. Of we moeten onderweg nog ergens anders terechtkomen. Dat gaan jullie meemaken. Ja, gearriveerd in Lemmer. We lopen bij het strand nu. Het is nog steeds droog, het draagt wel wat. En zullen we straks even kijken waarom ik er misschien even los kan. Maar ja, er is een speciaal hondenstrandje. En ja, als hij gaat gek lopen doen, dan loopt hij ook weer kreupel. Dus we moeten even zien wat we doen. Zouden we naar de Beach Club om wat te eten voor lunch, maar daar is het vrij druk, dus dat vertrouwen we niet helemaal. Ik hoef het ook niet op te zoeken, denk ik. Anders gaat het McDonald's worden. We lopen nog een klein stukje door. Ja, Romke heeft best wel nog wel energie volgens mij, dus het lukt nog wel. Heel rustig hier in Lemmer. Lekker. Heerlijk kibbelingetje gegeten. Het was heel goed geregeld in dat tentje. Met afstand houden en je moest een dingetje invullen met nou, hoe je voelde en je contactgegevens, toch? Ja. Ook, hè? Ja. En ja, dat was goed. Daar heb ik zelf ook altijd van die doekjes bij me om de handen schoon te maken en ook eventueel het tafeltje ook maar schoonmaken. Maar dat was even lekker nog een stukje gelopen door Lemmer heen. En nu weer in de auto. Het is nu 2:10. We gaan eventjes bij Chris' moeder nog langs een bakje halen. En dan komt Celine vanmiddag bij ons. Komt weer eten.
En is het weekend weer over? Ja, dat is het eerste weekend dat we weer niet op de boot zijn geweest. Ja, eventjes spulletjes te halen. Wij naderen Sneek alweer. En het heeft even gedrupt. Het heeft wel weer en er kwam nog meer regen waarschijnlijk.